Sportoase is veel meer dan sport alleen. Goedenavond kijkers, goedenavond supporters. We hebben de beide trainers zoals gebruikelijk na iedere thuiswedstrijd hebben we ons weer uitgenodigd om hun kijk op de wedstrijd te geven. We hebben Jimmy en Stijn erbij. Jimmy, een overzicht van de wedstrijd? Eerste helft behoorlijk gelijk op. Hun hadden de bal en wij zetten hun vast. En soms kwamen ze er goed uit. Wij idem dito. Hun hadden een kleine kans. Wij hadden ook een behoorlijke kleine kans. Ik moet eerlijk zeggen dat de eerste helft wij zo nu en dan toch overwicht hadden. Ja, dan begin je tweede helft en dan zit alles oké in elkaar. Ik moet een wisseling maken. Omdat Tommy Slaaf, die heeft de hele jaar nooit in de basis gespeeld. Na 60 minuten, dan ken hij niet meer. En dus moet ik een beetje wat aanvallender spelen. Ik heb twee dan naar voren toe. En ja, dan krijg je zo een stom en simpel fout. Kinderachtig doelpunt tegen. En dat is eigenlijk het hele jaar zo met ons. Niemand scoort tegen ons een heel mooi doelpunt of dat we weggetikt worden. Altijd een persoonlijke fout. En dat was vandaag ook zo. Dan is het moeilijker om natuurlijk tegen Lommel te spelen. Want die zijn goed wanneer ze eruit komen. En die kunnen de bal vasthouden. En dan krijgen we toch nog twee goede kansen. Eentje die pakt die keeper voortreffelijk. En die andere, die moet Calabro gewoon erin koppen. En dan is het 1-1. En dan kun je misschien nog wat pushen, maar het mocht niet zo wezen. Stijn? Het komt niet zo vaak voor, maar ik heb toch een beetje een andere wedstrijd gezien. Ik heb dat overwicht van Antwerpen totaal niet gezien. Ik denk dat wij voetbaltechnisch, tactisch, organisatorisch gewoon de betere waren vandaag. Ik ben heel trots op onze prestatie. Wij hebben op die twee kobbelkansen eigenlijk niks weggegeven. Ik denk dat wij de betere kans hadden. Niet zoals op vorige week dan echt op het mentale gewonnen hebben. Maar wij hebben vandaag weer een goede stap gemaakt. We hebben niet alleen op mentaal gebied sterk gespeeld. De organisatie stond goed, maar ik vond ook dat wij aan de bal zeer volwassen hebben gespeeld. Ondanks dat wij blijven een jong ploegje, maar we maken wel de juiste stappen in ons hoofd. We worden echt volwassen, zakelijk. Ik vond ons positiespel sterker als Antwerpen. En dat is echt een prestatie. Je speelt tegen een profclub, niet tegen de minste ploeg. Dus wij hebben op Antwerpen, ik vind dat de enigste wedstrijd waar wij dit jaar echt alle kleuren van de regenboog hebben gezien. Daar hebben we ons helemaal suf gespeeld, verdiend verloren. Vandaag was het absoluut andersom, vond ik. Wij spelen met vertrouwen, wij spelen volwassen, wij spelen een balverlies goed. Dus ik ben zeer tevreden met deze prestatie. Ik denk dat een van onze beste prestaties van dit seizoen is. Dan ben ik niet een trainer die aan het scorebord journalistiek doet, in tegendeel. Maar ik vond in het algemeen een zeer goede volwassen partij van Lommel. Bij de trainers, het was vandaag zo, denk ik, wie scoorde, die won. Of niet? Nou, zijn jullie ermee akkoord? Nee, daar ben ik niet mee eens. En ik ben met sommige dingen met Stijn eens. De positiespel van hun was goed, maar ze hebben geen kans gecreëerd. Ze hebben eerst de helft een kans gecreëerd. Er zijn een paar goede voorzetten gekomen uit dat positiespel van hun, maar niks. Mijn keeper heeft niet echt een goede save moeten maken, alleen in de eerste helft. Eerste helft was behoorlijk gelijk. We hebben een goed schot van de tweede lijn. We hebben, ik ben daar niet mee eens. Maar ja, dat is Stijn en ik ben Jimmy, dus dat mag. Tweede helft vind ik wel dat ze goed organisatorisch eruit zagen. Maar dat was meer omdat wij te veel fouten maakten. En dwingen hun dat af? Weet ik niet. Of zijn wij niet goed genoeg? Weet ik ook niet.
Maar het doelpunt dat hun scoren is ten eerste een kaats heel erg slecht. Je mag niet kaatsen van zo'n korte afstand. Dan moet je die bal eruit halen. Dus dat is een fout, kinderachtige fout. En dan krijgt hun spits de nummer 9 de bal. We weten allemaal dat hij niet met zijn rechterbeen kan schieten. En dat hebben we aangegeven. Dus laat je hem naar zijn rechterbeen toe. En dan laat je hem niet meer naar zijn linkerbeen toe. Dus nog een fout. En dat is ons probleem. En tuurlijk, daarna heeft Lommel het goed gespeeld. Omdat wij nu natuurlijk moeten gaan drukken. En wij laten ruimtes. En dan is Lommel gevaarlijk. Want Lommel is een van de ploegen in deze competitie die toch altijd voetbal probeert te spelen. Het is verfrissend om dat te zien. Dat is met andere ploegen heel anders. En kijk, als hun winnen, ja, dan heb ik heb daar meer vrede bij dan als een andere team die niet probeert te voetballen winnen van mij. Maar dan nog, zoals u zei, het is wel zo, Stijn. Wie scoorde vanavond is de winnaar. De winnende trainer heeft altijd gelijk. Hè? Ja. Ja. Zo gaat dan voetbal. Hè? Ik bedoel, dat weet Jimmy ook. Hè? Wij kunnen hier nog 3 uur praten. Hè? Ja, goed. Maar ik heb wel gehoord, Stijn, dat je vandaag het record hoogspringen verbeterd hebt. Dat je heel snel over de balustrade. Ik heb het niet gezien, maar... Ja goed, maar daar is ook weer een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Hè. Dan beslis je om zelf achter de omheining te gaan staan. Dan mag je niet meer terugkomen, dat wist ik ook niet. Dus ja goed, daar ga ik de volgende keer toch eens over nadenken als ik dat nog ga doen. Niet de eerste keer, hè? Nee, wat dat betreft ben ik hardleers.